Hi, ik ben Simon, ik ben hier in Den Haag. Ik heb namelijk de vetste zomervakantiebaan ter wereld gekregen. Pokémon Trainer, hier bij Young Capital. Het is een jongensdroom die uitkomt. Ik ben echt ontzettend enthousiast. Ik ga vandaag hier in Den Haag Pokéstops in kaart brengen. Oké, even checken of ik alles bij me heb hoor. Oké, stoepkrijt, spray, eten, powerbanks. Powerbanks, Pikachu. Oh, ik ben vergeten, kom. Oké, we zijn klaar. Let's go. Dit is Pokémon Go. En dan kun je die Pokémon dus echt vangen. Met Pokéballs. En die Pokéballs die haal je dan op bij Pokéstops. Nou ja, je komt dus overal terecht. En ja, voor mij is dat een heel groot avontuur. Ik ontmoet heel veel mensen. We zijn nu bij een Pokéstop op het Lange Voorhout beland. Nou, daar klik je dan op. En dan krijg ik hier, oh, ik krijg allemaal gave dingen. Ik ga hem gewoon markeren voor andere mensen. Die gaan we even markeren. En hier bij dit standbeeld, jongens. Ah ja. Nou, we zijn er, jongens. Dit is een gele gym en niet meer blauw, dus dit wordt een eitje natuurlijk. Woehoe! Oké, we zijn hier in Den Haag heel veel Pokéstops tegengekomen. Maar nu gaan we naar Kijkduin, want daar ben ik vorige week hele speciale Pokémon tegengekomen. We staan hier op Kijkduin, de Pokémon hoofdstad van Nederland. We zijn hier hele zeldzame Pokémon's gevangen, zoals Blastoise en Charizard. Je kan het in de video zien, het was enorme chaos. Ik zie daar wat mensen staan. En volgens mij misschien wat zeldzame Pokémon. We gaan even checken. Mensen, Team Blauw. Hey. Ja, Team Blauw, dan mag je even opladen. Kom je snel heen, het is zo gaaf. Er komen soms zeldzame Pokémon's voorbij. Mijn powerbank belt is bijna leeg, dus wij gaan weer naar de hoofdvestiging.